kijkt, ik ben nu bij de KFC. En de KFC die heeft nu een nieuwe twister. Ze hadden al een twister. En nu hebben ze een bacon lettuce tomato twister. Met bacon. Dus voor alle bacon liefhebbers opgelet. Dit is echt fantastisch. Kijk eens. Helemaal nieuw. Nou, geen servetjes meegekregen. Een beetje jammer. Maar deze dus. Deze mooie lange. Wow. Het ruikt ook echt als een pannenkoek. Ja. Kijk eens. Zo'n van die vlekjes. Net als bij een pannenkoek. Het was aan één kant een beetje koud. Het ging helemaal goed gegaan volgens mij. Maar er zit dus KFC kip in, tomaat, sla, lekker saus trouwens. En bacon, oh my god, dat is echt zo lekker. Je kan me echt wakker maken voor bacon. I love this. Serieus. Net klaar met werken. En dan ga ik naar huis. En dan moet ik nog een paar uurtjes gaan werken. Thuis werken. En dan de maspoek eet ik wel brood mee en zo. Maar nu onderweg naar huis. En dan kwam ik langs de KFC. Ik kon het niet laten. Ik kon het echt niet laten. Ik zag staan op de borden dat het nieuw is. Ja, shit. Dat moet ik gewoon echt proberen. Ik zweer het je. Het is echt een aanrader. Wauw. Een smaakexplosie in je mond. Sowieso kip. Het meest lekkerste stukje vlees dat er is. In combinatie met de bacon. Ook een van het lekkerste stukje vlees ter wereld. Zo, je hebt de boot. Je hebt gewoon de beste uit twee werelden. Ja, ik wilde het in het Engels zeggen, maar het kwam er niet uit. Het gaat wel warm zo in de auto trouwens. Zo, 29 graden. Een raampje open. Holy shit. Ik vind echt een hittegolf deze week aan. Zelfs temperaturen opgenoemd van 39 graden in Nederland. 39 graden, what the fuck. Niet normaal. Als je nou je zoutgehalte op peil wil gaan brengen, dan moet je zeker deze gaan proberen. Even die zoutgehalte, bacon. Maar hij is echt goed gekeurd. En warm. Ja, ik denk dat ik hem zelfs een 9 geef. 9. Ja, KFC, dat hebben jullie goed voor elkaar, jongen. Ik hoop echt dat hij in het assortiment blijft. Zo jammer. Überhaupt iets met bacon. KFC, please, bacon. Bacon fries. Zet ze op nu. Fries, kaas, en stukjes bacon eroverheen. Oh my fucking god. Het zou zo lekker zijn, hè? Zo jammer.
Ik was in januari namelijk voor het eerst in mijn leven in Amerika. Er ging een wereld voor me open aan fastfoodketens en fastfood dingen op het menu. Oké, tuurlijk. McDonald's is McDonald's. Maar het is allemaal van die dingen die ze erbij hebben die wij niet op het menu hebben staan. Ook van KFC, idem dito. Wendy's vond ik ook zo lekker. Wendy's burgers. Ja. Ze hebben in Amerika dan weer geen McCroket. Als je Amerikaan zit, waarschijnlijk ook wel hier in Nederland. What the hell, McCroket? What the hell is that? Wel, dit is heel, heel lekker. Maar dat hebben jullie allemaal niet. Nee, maar wij wel. Ja. Ik heb bijna opgegeten, maar ik race naar huis. Ik zou zeggen, onwijs bedankt voor het kijken. Vergeet niet duimpje omhoog, hè? Subscribe. En vergeet niet de notification bell, als je op de hoogte wil blijven. Voor andere video's aankomen en nieuwe dingetjes.